Goed nieuws voor doven en slechthorende kinderen. De Kennedy School start namelijk met een vroege stimulatieproject. Wat houdt dit in? Wat zijn de voordelen? We hebben dan in dit kader een vraaggesprek gehad met de directeur van de Kennedy School, mevrouw Wartes. Mevrouw Wartes, de Kennedy Stichting is bezig een project uit te werken. Kunt u ons meer daarover vertellen? Dat klopt. De Kennedy School Stichting, waaronder wij vallen, is bezig met een vroege stimulatieproject. En dit project is geïnitieerd door het UTSN. Dat is uitvoeringsorgaan Twinning Suriname-Nederland. We hebben de goedkeuring hiervoor gehad en het doel van dit project is dat wij leerlingen, vooral de doven en slechthorenden, zo vroeg mogelijk naar binnen willen halen, zodat zij tijdig starten aan hun ontwikkeling binnen de school. Vanaf welke leeftijd mikt u eigenlijk? Wij mikken al vanaf de leeftijd van 4 jaar. De vroege stimulatie willen we dan zelfs naar jonger brengen. Want hoe eerder je begint met deze kinderen, hoe beter dat tot zijn uitwerking zal hebben later op hun ontwikkeling. Hoe was de situatie voorheen? De kinderen werden veel te laat aangemeld en ouders zijn er in principe niet van bewust dat deze kinderen ook scholing nodig hebben. Dus zoals ik het heb ervaren de afgelopen jaren, is het dat ouders dan op een gegeven ogenblik een dag opstaan en zeggen van hé, dit kind, straks ben ik dood, wat gaat er gebeuren? En dan worden die kinderen aangemeld. En dan zitten die kinderen al op een vrij hoge leeftijd, soms 9 jaar, soms 11. En 11 is nog net de grens waarop we inschrijven. En dan zie je dat die kinderen dan een hele grote achterstand hebben in hun motoriek, in hun vaardigheden die ze in de kleuterjaren zouden moeten opdoen. Wanneer is dit initiatief ontstaan om te beginnen met het vroege stimulatieproject? Het is in principe tot stand gekomen in het jaar 2015. Toen wij samen met een andere organisatie, Stichting Blakarosu en de COTA, een pilotproject waren opgestart met het 's Lands Hospitaal, waarbij we alle baby's die geboren werden gingen testen op de neonatale screening. En natuurlijk, als je die baby's vindt, moet je ze ergens kunnen plaatsen. Dus het zou dan onethisch zijn om die kinderen dan te detecteren. En dan heb je geen school voor ze. Dus vandaar, toen is mijn inspiratie gaan ontstaan. En dan ben ik op zoek gegaan om dan deze vroege stimulatiegroep op te starten. Ouders die naar dit programma kijken, zullen zich natuurlijk afvragen. Maar dit lijkt me interessant. Wat moet ik doen? Waar moet ik zijn? En wat heb ik nodig om mijn kind aan te melden? Sowieso mogen ze zich aanmelden op de Kennedy School. Ze moeten komen met hun familieboek, pasfoto's, uittreksel. En natuurlijk, wij gaan ze dan verder begeleiden naar de verschillende instanties waarbij wij samenwerken om deze kinderen in de school te krijgen. Sowieso het MOB, de KNO-arts. De eerste aanmelding, als je denkt dat je kind doof is, dan meld je die aan bij de KNO-arts. En de KNO-arts die weet sowieso al van oké, dit kind zou dan hier thuis horen of dit kind hoort ergens anders thuis. Dus dat is het traject. Kunt u straks misschien bij een massale aanmelding de kinderen allemaal opvangen? Sowieso hebben we de ruimte daartoe. De Kennedy School is een heel grote school en we kunnen ze accommoderen. We kunnen ze accommoderen. Dus mensen, breng uw kind. Dat kind heeft recht op onderwijs. Het is verankerd in de wet. Kunt u dat benadrukken, mevrouw Wartes, het belang van dit project? Ouders die misschien nog aarzelen. Wat voor boodschap heeft u voor ze? Ouders, ik wil u hierbij oproepen. Het is een zeer belangrijk project, ook voor uw kind. Denk niet dat dat kind geholpen is als u dat kind thuis houdt. Thuis heeft het slechts maar een kleine wereld om zich heen. Wanneer het in de school komt, in het leerproces, komen er zoveel andere dingen bij kijken en kan dat kind ook heel wat andere dingen leren. Niet alleen van ons land, maar ook van landen daarbuiten. Dat alles wordt in het onderwijs meegegeven.